Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik Horstalij spelen. Een van mijn favoriete spellen op Roblox. Dus ik ga eerst al een paar laten zien, maar dan moet ik er eerst even in. Ik krijg wat muntjes. Oké, ik ga eerst al mijn paarden laten zien. Dit is Macy, een van mijn favoriete paarden. Ze is Max met rennen, dus is heel snel. Ze heeft een goud zadel, een roze dekje, een roze strikje in haar staart, gouden beenbeschermers en een goud hoofdstel. Dat hebben al mijn paarden die zadels hebben. Dit is Diamond, ook een van mijn favoriete paarden. En zij kreeg ik van mijn vriendin toen ze veulen was, omdat ik heel graag van veulen wel. Dus ik heb eigenlijk geen gehad. En maar nu is ze volwassen geworden. Oh, en Diamond en Macy zijn meisjes. Dit is Star, hij is een jongen. En hij is Max met springen, dus hij kan heel goed springen. Macy en Star zijn de enigste die met iets Max zijn. Dit is Cookie. Hij is met niks. Hij is pas nieuw, niet mijn allernieuwste paard. En hij is nog niet heel snel en kan ook niet heel goed springen. Dus ik moet hem nog een beetje trainen. Dit is mijn allernieuwste paard, mijn pony. Ik heb hem Teddy genoemd en het is een jongen. Dit is Amethyst. Zij is een meisje. En haar heb ik ook net nieuw. Dit is Fleur. Dit was mijn allereerste paard. En ja, dat is mijn eerste paard. Dus zij is ook... Nou, zij is niet heel snel eigenlijk. En dit is Rana. Dat is mijn tweede paard. We gaan vandaag trainen met Macy. We moeten namelijk nog iets doen. Waar we muntjes voor krijgen. We moeten haar trainen in een springbak. En dat gaan we vandaag ook doen. En we gaan voor haar snelheid trainen. Zul je dat mijn scherm zo trilt? Dat is gewoon tijd voor een nieuwe telefoon. Dat heeft hij al heel lang. Bij een short is dat niet, maar hier wel. Maar jullie kunnen het niet heel slecht zien. Denk ik, jullie kunnen het wel goed zien, alleen in mijn scherm. Dus we gaan eerst een beetje trainen in de springbak. En daarna... Oh wacht, ze moet nog sneller. En daarna gaan we haar snelheid trainen. Ze kan ook al heel goed springen, Star beter, want Star is Max, maar zij is bijna Max. Dan gaan we nu over de hoogte sprong, dat kan zij wel. Soms is ze gewoon een beetje te snel voor de sprongen, maar zij is echt een racepaard. Voor de race is zij heel goed. Ik ben nog nooit eerste met haar geworden. Meestal word ik tweede of derde. Maar ik denk als ik nu een race ga doen, dat ik misschien wel eerste word, omdat ze Max is. Alleen ze is nog... We kunnen er nog in een andere bak trainen. En we kunnen er nog in twee trainen om haar nog sneller te maken. Dat moeten we nog doen. Oeps, we sprongen een beetje te vroeg. Ik ga heel even kijken of we nog... We moeten daar trainen in de Bull Bending Area, arena. Oké, dat gaan we dan nu even doen en daarna gaan we weer springen. Nou, we gaan eerst nog wel even springen. En dan gaan we daarna... Gaan we in de Bull Bending Arena. Ik ren heel vaak tegen de hekjes aan. Sorry, er komen berichtjes binnen, want dit is de telefoon van mijn moeder. Maar dit is wel mijn eigen Roblox account. Dat je kan inloggen op je eigen Roblox account. Want met mijn eigen telefoon moet ik natuurlijk filmen. Dus er komen soms berichtjes binnen. Maar mijn moeder krijgt heel vaak berichtjes. Ik ren soms eigenlijk best wel vaak door de sprongen heen. Omdat Macy gewoon heel snel is. Wacht, we gaan even proberen in drop. Nee, dat is niet in drop. Oh, ik wonder.
ik klikte verkeerd. Oké, we doen nog even één sprong. En dan gaan we... Nee, wacht. Hij moet dan wel goed zijn. Oké, nu gaan we even naar de bolpenning en rennen. Niet zo ver dat ik springen, want dat kan nog wel eens fout gaan. Oké, dus gaan we gaan proberen hierover te springen. Nee, dat ging niet goed. Dit is de bolpenning en rennen. Dat is door hekjes heen. En nu kunnen we geld krijgen. Oké, is er nog iets wat we moeten doen? Nee. Dan gaan we er hier nog even trainen. Zodat ze sneller wordt. Als ze met alles max is, is het pas een goed paard. Voordat alle paarden met alles max zijn. Maar dat is wel heel lang trainen. Ps, ik rem eraf. Dat zullen we gewoon nog even gaan springen. Spring hier even overheen. Oh ja, ik kan niet op twee. Even afstappen. En dan hier over die. Zo. Dan. We gaan er even springen. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat Storm Max is met springen. Het is natuurlijk wel fijn, maar ik vond het altijd zo leuk om met hem te trainen voor springen. Omdat hij zo goed kon springen. Maar ja, het is niet anders. Ik kan met Macy nog trainen. Star, Diamond en Macy zijn mijn favoriete paarden. Star omdat hij zo goed kan springen. Macy omdat ze zo snel is. En Diamond omdat ik haar zo schattig vind. En omdat ik haar al zo had. De andere paarden zijn niet mijn lievelings. Dat vind ik eigenlijk gewoon normale paarden. Hun zijn natuurlijk ook normale paarden, maar... Ja, kijk, Dus... Maar hun zijn er dan met iets max. Ik wil vaak... Als we bij springen de gele ster pakken, hebben we twee... Hebben we twee dingen erbij. En bij de blauwe 8 punten. En dan zijn we op een gegeven moment level op. Bij het springen heb je met de blauwe 4 punten. En met gele 1. Nou, omdat je bij springen best wel vaak fout springt, krijg je meer punten. En dat is juist fijn, want dan ben je sneller level up. Ik heb nu 454 punten. Ik moet 154 punten hebben, dus ik moet nog 100 punten. Nee, wacht. Niet 100. 99, omdat ik spring. Oh, ik ren het ongeluk af. Als we level op zijn, ga ik haar volgen. Ze heeft honger. Zo, die was goed. Horsvallei is een van mijn favorieten. Eigenlijk mijn favoriete spel, omdat ik hou heel erg van paarden. En ik vind het zo leuk wat je er allemaal kan doen. Wacht, wat moet ik nog meer doen? Ik kwam naar weer een briefje. In de longeerbak trainen en haar volgen. Dat ga ik straks doen. Als ik level op ben met dit, ga ik er eerst in de longeerbak trainen. En daarna ga ik haar volgen. Ik pak gewoon eens naar de longeerbak, want dan... krijg ik gelijk al muntjes. Ik sprong te vroeg. Hier een briefje. Oh, daar is een ander paard. De mens die daarop zit is onzichtbaar. Dat kan je voor heel veel diamantjes uitgeven. En dat was een Arabier.
der Platz. We gaan nu wel even wat op. Laten we gaan nog even springen. Waar ga je heel even anders zitten? Zo. Oké, we gaan nu wel even wat anders doen, want we springen al heel lang. Ik kan dan andere keer verder. We gaan nu alleen nog naar de ruimte. Niet. Ik ga nu even mijn paard even voeren. Dan ga ik ook muntjes. We gaan nog één keer, zodat we straks level op zijn. We gaan nog even springen, zodat we level op zijn, want we zijn al bijna klaar. We hebben al 82 punten. Ja? Ja? Nee. Nee. Ja, dat ben ik ook aan het doen. Dat ben ik ook aan het doen. Ga maar op je eigen. Ja, ga maar op je eigen telefoon. Doei. Oké, boeien. Doei. Ga weg, James. Zo, dan hoor ik mijn koortjes op de overkant. En die altijd zo zin krijgen, omdat hij gewoon niet verwint. Ik ga ook niet zuur van zijn, mama. Als die de telefoon mag van mijn moeder, ik ga echt heel boos worden. Ik wil de video verder maken. Maar ik denk niet dat het mag. Zo is mijn moeder niet. Moeten we doen straks? Oh wacht, we gaan er even water geven. Want ik heb gewoon een emmer. Zo. En nu krijgen we weer wat meentjes. Nu heeft ze geen dorst meer. Sorry hoor, dat jullie dat gejankt van mijn broer te horen. Heel vervelend, maar let er maar niet op. Want hij jankt wel vaker als hij zijn zin niet krijgt. Ja, Gabier is nog steeds aan het trainen. En er is ook nog iemand anders met een ander paard gekomen. Als we even op zijn, ga ik deze video stoppen. Hallo, ik zit... Hoe lang duurt het dan nog? Weet ik niet. Niet maar heel lang. Totdat ik level up ben met dit spel. Horsvalaaien. Doei. Ga weg. Kijk. Hij trilt. Ik weet het niet. Het is tijd voor een nieuwe telefoon.
kan heel lang maken. Oké, doei. Ga niet zeiken, want vinden de mensen niet leuk. Ga gewoon een video maken. Zeg jij maar niks. Ik ga gewoon een liedje erop maken. Wauw. Nee, ik ga geen short maken. Ik wil een video maken. Ik maak bijna nooit een video. Ik maak zo vaak shorts. Hey, stop. Ja, let maar niet op hem hoor, jongens. Hij moet altijd zijn zin krijgen. Hij is verwend. Oh, kijk, ik krijg muntjes. Nu heeft hij het bakje weer geschoven. En jullie zitten in een bakje, want zodat ik jullie niet hoef vast te houden, anders kan ik niet springen. Dan moet ik met één hand springen en dat kan niet. Hij is bijna klaar. Nog vier of zo. Ja, maar dan gaan we lang eten. Ja, ik ben level. Dan gaan we nu hier. Ga weg. Hierna ga ik nog een short maken. Ja. En dat duurt niet lang. James, die short duurt echt heel kort. Nou, we zijn max en dan gaan we nu nog één keer trainen in de pool bending area. Nou, ik vond het heel leuk dat jullie keken naar deze video. Dat was de video dan weer. Doei doei!